Heb je hem helemaal? Ja, ik heb hem. Er zit maar weinig vis in. Ik denk wel dat er verschillende soorten in zitten. Vol verwachting staat Eugène Waarbroek van de Hengelsportfederatie aan de kant. Om de dag wordt de fuik geleegd en worden de vissen geteld. Hier komen we aan met de matige vangst. Even verderop staat sluis- en stuwcomplex De Pol. Het is voor de vissen niet zo moeilijk om naar beneden te komen. Maar terug omhoog is onmogelijk. Om het de vissen makkelijker te maken is deze bypass met vistrappen aangelegd. Zo kunnen de vissen langzaamaan weer naar boven om daar eitjes te leggen. 13 centimeter. Grondeling. 13. Vandaag valt het aantal vissen tegen, maar vorige week waren het er honderden. Toch kan je nog geen conclusie trekken. Nou, in ieder geval, we weten zeker dat er een aantal soorten doorkomen. Maar ik denk dat we dus nog wat verder in de tijd moeten zijn om daadwerkelijk te weten of de grotere vis die wat actiever wordt. Want dat is ook waarschijnlijk de reden dat ze nog niet de fuik hebben. Deze vissen hebben de weg gevonden en kunnen nu terug het water in om in alle rust eitjes te leggen.